verwacht wel veel avontuur. Bergbeklimmen is sowieso een hele zware sport. Ik verwacht een spectaculaire film eigenlijk. Alleen al door de acteurs en actrices die meewerken. De cast is echt geweldig. Ik ben wel naar Australië geweest, heb ik wel een berg beklommen. Maar zo heftig als dit, dat laat ik toch maar even aan een ander over. En wat ook heel bijzonder is, is dat Ang Doyee vanavond hier ook daadwerkelijk aanwezig is. Hij is iemand die, volgens mij heeft hij de record aantal beklimmingen op zijn naam, 17 stuks in 25 expedities. En hij heeft destijds ook daadwerkelijk de film, de gebeurtenis waarop de film gebaseerd is, daar is hij daadwerkelijk onderdeel van geweest. Oh wow, when I was the first time 1992 with the rough fall and other people, I was so excited. When I got on top of there, when I looked down there, on my hometown is the bottom of Mount Everest. All the roof, some people have a tin roof shining back up. It was so great to see down. Ik wil graag een heel warm applaus voor Ang Doyee Sherpa. When can we expect your 18th attempt on summiting? I was there in the 2013-17 summit, 23 different expeditions. And I will go back in 2016. Rest mij u niets anders dan een hele mooie avond toe te wensen. Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Our bodies will be literally dying. So the game is, can we get you up to the top, down to the bottom, before that happens? Ready yourself! Ik heb nog betraande ogen. Ik vond het een hele heftige film. Absoluut, maar prachtig, 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 prachtig. Je moet hem gezien. Oscar waard. Ja, fantastisch. Ik vond het heel goed in beeld gebracht. Het is eindelijk een natuurgetrouwe film van hoe het echt op de Mount Everest is. Maar ik denk ook voor niet-klimmers dat het echt wel een beetje een beeld geeft. Hoe is dat nou in die grote bergen? Ik heb wel een paar keer moeten snikken. Heel aangrijpend gewoon. Het heeft echt impact op me gemaakt. En die wind die steekt op en dat noodweer komt. Nou, en daarom noemen ze de Mount Everest ook echt wel de Killer Mountain, hè? Dat is niet voor niks zo'n gevaarlijke berg. Je moet het lot ook niet tarten. Je ziet mij niet op zo'n berg, hoor. Everest is the most dangerous place on earth. Gebaseerd op een ongelooflijk waar gebeurd verhaal. We're all getting down together. Come on. In 3D en IMAX 3D. Doug, let's go! Yeah! Everest, 17 september.